Je luistert naar Topkapi Stories, een podcastserie van Topkapi Films, gemaakt door Fleur van den Bremer en Katelijne Bijn. Dit is de podcast over de liefhebbers. In 8 delen nemen wij je mee achter de schermen van deze bijzondere film van regisseur Anna van der Heijden en scenarist Marnie Blok. Een film over familiebanden, maar vooral over het zelfherstellend vermogen van de mens. In deze aflevering kijken we naar het uiterlijk van de film. Je denkt er als kijker niet bij na, maar over alles wat je ziet is zorgvuldig nagedacht. We spraken production designer Minka Moore en locatiescout Walter Kloos in het huis van de karakters Jan en Lea Liefhebber. En op de set zagen we hoe Jeroen Krabbé werd opgemaakt voor een ruziescène. Nou, we zijn op de set in Bentveld. Het is geen set nu, het is eigenlijk gewoon een huis. En zo begint het voor jou, Minka, je bent production designer. Jij begint met nog helemaal niks, in feite een kale set of niet eens een set. Nee, ik begin met een verhaal. Met een script, weet je, wat ik krijg en wat ik lees en waar ik een wereld probeer te vinden, te bedenken. Samen met de regisseur ga je zoeken. Als je een beetje de wereld gevonden hebt, dan ga ik met Walter zitten en dan gaan we eens kijken, weet je, wat past er bij deze familie? Kunnen we nog iets toevoegen? En dan ik vertel de wereld zoals ik met de regisseur kan bedenken. En Walter pikt dat op en die gaat daar plaatjes bij zoeken. Of huizen in dit geval. Want jij bent production designer. Kan je omschrijven wat een production designer doet? Production designer die visualiseert eigenlijk het interieur van de film. Nee, hoe is de wereld van de personages? Dus zeker hoe de mensen wonen. Wat eten ze? Hoe zien ze er een beetje uit? Om het zo echt mogelijk mensen te maken. Jij noemde net al Walter Kloos zit naast jou, locatiescout. Jij komt erbij kijken in het proces op het moment dat het gaat over de echte locaties. Hè? Hoe ga je dan te werk? Ja, nou, ik lees ook eerst het script en dan... Probeer ik bij Minka al zoveel mogelijk informatie te winnen van oké, welke kant gaan we op? Want Minka zei, er zitten meerdere locaties in een film. Dus als je denkt het goede huis gevonden te hebben, dan moet je ook kijken van oké, wat zijn de andere locaties? En gaan ze niet op elkaar lijken? Dus dan kan er best nog wel iets afvallen en dat je verder moet zoeken. En omdat het over een architectenfamilie ging, was het inderdaad ook heel lastig om het goede huis te vinden, dat het niet te mooi of te architectonisch of te... Dus daar werd ik ook een beetje in afgeremd met het zoeken. Maar ja, uiteindelijk toch een goede plek gevonden. Weliswaar over drie verschillende huizen, om daar uiteindelijk één geschikt huis van te maken. Heb jij in je hoofd een catalogus van zo'n beetje alle geschikte huizen in Nederland? Of loop je ook nog rond te zoeken? Dat archief is inderdaad best groot in de loop der jaren. Maar gelukkig zit het niet altijd in het archief, dus dan moet je op pad. En dat is natuurlijk ook het leuke van ons werk, door op pad te gaan om weer nieuwe locaties te zoeken. En hier was het een combinatie van ook al deels uit archief het weten van en ook gewoon dingen erbij zoeken om het kloppend te maken. Dus het is vaak een combinatie van uit archief en verder zoeken. En we zitten nu in een huis in Bentveld. Hoe zien we dit huis in de film? Dit huis in de film is, de tuin is gebruikt in deze film, het exterieur, dus de oprit, entree, een werkkamer. Dat zijn eigenlijk de enige plekken in dit huis die gebruikt zijn. Ja, en de woonkamer is in een andere bungalow gedraaid en de slaapkamer ook in een andere bungalow. En dat is dan heel slim aan elkaar geplakt, dat het wel één huis lijkt natuurlijk in de film. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Moest hier veel veranderd worden? Buiten natuurlijk niet het exterieur en de tuin, die zijn behoorlijk gebleven zoals ze zijn. We hebben wel boven een werkkamer gemaakt van Jan, dus eigenlijk het hoofdpersonage, de architect, die door de jaren heen, weet je, als we wonen hier al 30 jaar, helemaal vol staat met van alles en nog wat. We kunnen misschien wel even gaan kijken boven wat het nu is waar wij mee begonnen zijn. We lopen nu gewoon in andermans huis, ja. Rondstruinen, Kaat. Best gek, ja. Oh, kijk, een gym. Oh, dit is de werkkamer. Maar eigenlijk uiteindelijk de werkkamer geworden, ja. Nu een fitnesskamer. Nu is het een fitnesskamer, ja, met heel mooi uitzicht. Was dat al zo, Walter, toen jij hier kwam kijken? Toen ik hier kwam kijken, was het inderdaad zoals die nu is. Totaal geen werkkamer, maar dus wel vanaf van twee kanten heel mooi licht in deze ruimte. Ja, voor een paar dagen filmen in een werkkamer komt er een hoop bij kijken. En dan moet je nog de bewoners gaan vertellen
van nou, we willen het huis gebruiken, maar we gaan het wel helemaal leegtrekken. In ieder geval de werkkamer. Ja, ja, dat klopt. Dus dat gaat in fases. Ik denk, als je in het begin met de allereerste kennismaking gaat vertellen wat je allemaal... Dat weet je eigenlijk nog niet, wat je allemaal precies wil. Maar als je alles al gaat vertellen in het begin wat je wil, dan kunnen mensen wel eens terugschrikken. Dus we doen het in fases. En begin met hoeveel dagen je ongeveer denkt nodig te hebben hier en welke ruimtes. En dat dit dan een werkkamer wordt, dat is eigenlijk een beetje in de laatste fase dat we met hun in onderhandeling zijn van... We willen ook graag nog 2 dagen daar filmen en dan willen we dat graag daar op die plek doen. En kunnen we dan oplossingen vinden voor alle spullen die er staan. En dan ben je al vaak zo goed contact met die mensen in een stadium dat ze, dat dan, ja, dan kan dat er ook wel bij, zeg maar. Ja. Waar laat je dan al die spullen? Want er staat hier helemaal vol. Hele grote gymapparatuur, inderdaad een zonnebank en een kast en een bank en een drumstel. Er staat hier zoveel. Moet allemaal ergens heen. Ja, dat klopt. Gelukkig is dit een heel groot huis met veel ruimte. Grote garage, een dubbele garage. Dus ik denk dat alles een beetje in de garage is neergezet totdat het weer terug kon op deze plek. Ja. Jan? Ik heb de scène gezien waar dit gedraaid is. En dat is natuurlijk goed gedaan van jullie, maar ik herkende dit helemaal niet. Er is veel veranderd, toch? Er is heel veel veranderd. Er is hier vloerbedekking, hebben geschilderd. We hebben het helemaal ingericht als een werkkamer. De witte radiatoren hebben we afgetimmerd. Hoe ver kan je eigenlijk gaan met dat verbouwen? Ik bedoel, aftimmeren van radiatoren, ja, dan kan ik nog wel denken, oké, maar... Ja. Het ligt aan de locatie. Als het een bestaand huis is waar mensen wonen, dan zit er wel een behoorlijke grens aan. Steunmuren en dat soort dingen, daar houdt het op. Maar voor de rest kan je best wel veel doen. Maar zitten er bijvoorbeeld nu ook gaten hier in die muren omdat jullie er hout op getimmerd hebben? Nee, dat wordt, ja, en als er gaten in zitten, dan wordt het allemaal weer gerepareerd. Het moet altijd weer terugkomen zoals het was. Lukt dat ook altijd? 99% lukt dat. En wat doe je in de tussentijd met de bewoners? Want die kunnen hier niet blijven, denk ik. Omdat dit zoveel dagen waren, kon dat niet. Dus deze mensen gingen ook naar een hotel. En dan zijn ze buitenshuis op de dagen dat er gefilmd wordt. En soms kan er dan in de tussenliggende dagen, als er niet gefilmd wordt, kunnen zij wel in die tussenliggende dagen weer in hun huis zijn. Zitten ze soms een beetje in het decor in een set. Ze schrikken zich niet. Ze schrikken niet helemaal rot als ze hier komen en denken, wat? Hebben jullie gedaan met mijn huis? En ze zullen denk ik wel schrikken op een draaidag als ze langskomen. Omdat er dan zoveel mensen, zo'n 30-man crew, is natuurlijk veel. Maar in principe moeten ze niet schrikken van dat er ineens een werkkamer is gemaakt in hun huis. Want dat is allemaal van tevoren goed afgesproken. Dan waren wij hier op de draaidag in het huis hiernaast. En die bewoner die was daar aan het rondcirkelen. Die stond heel het buiten. Ja, maar daar waren we alleen in de slaapkamer. Dus dan blijft er, dat is ook een groot huis, ook een bungalow. Dus die had genoeg ruimte om in zijn eigen huis zich terug te trekken. En die kon gewoon thuis blijven. Prachtig huis. Wat is het, jaren 70 huis? Nou, laten we het even vragen aan de eigenaar. Ja, dag meneer. Jaren 70. Ja. Ja, klopt. Begin jaren 70, eind jaren 60. En nu loopt u hier rond, want u heeft uw huis eigenlijk uit handen gegeven aan een grote filmploeg. Voor hoe lang? Wel 2,5 dag, zeg maar. En waar slaapt u nu dan? In de overige slaapkamer. Wij wonen hier gewoon. Kregen wel aangeboden om, als we daar behoefte aan hadden, hotelfaciliteiten te gebruiken. Maar daar hadden we geen behoefte aan. En vindt u het eigenlijk ook wel leuk, dit? Ik vind het hier fantastisch. Mag van mij hier tussen 6 plankjes weggaan. Maar je vindt het dus ook prima dat er nu uw hele huis in bezit is genomen door een filmploeg? Ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ik heb het al enkele malen hiervoor ook ervaren. En die waren ook positief, zowel in het gedrag van de mensen. En ik vind het een boeiend spel om te zien hoe ze dat met elkaar allemaal in elkaar steken. Maar u blijft wel de hele dag gewoon rondlopen hier?
Ik ga direct weer de krant zitten lezen. Wij waren net bij een slaapkamerscène aanwezig. Het was allemaal heel netjes. Maar u heeft wel Beppie Nelissen en Jeroen Krabbé in uw bed. Ja, dat is niet ons bed. Het is een bed dat daar geplaatst is. Maar mijn vrouw had het wel grappig gevonden als ze dus later tegen vriendinnen had kunnen zeggen... Goh, in mijn bed slaapt ook Jeroen Krabbé. Dat zou toch wel leuk zijn? Zou jij je huis uitlenen en een kaart? Aan Jeroen Krabbé en mijn bed? Ja. Ja. Oh. Ja, absoluut. En dan krijg jij alle foto's binnen, neem ik aan. Van nou, dit is misschien wel een ruimte om een werkkamer voor de film in te maken. En wat ga jij dan doen? We gaan allemaal verschillende huizen bekijken, meerdere huizen, meerdere plekken. En dan doen we eigenlijk als soort kaartenspel, allemaal ruimtes verzamelen, weet je, wat waar zou kunnen. En dan kom je er op een gegeven moment uit van, nou, de werkkamer is hier het beste, denken we. Dat waren meerdere opties in dit huis, maar dit, uiteindelijk is dit hem geworden. Ja, en dan ga ik hier een plan op maken, maken hem leeg en wat dan, weet je wel. Waar is het bureau het beste, gewoon mise-en-scène en lichttechnisch. En daaromheen ga ik dan een sfeer bouwen van ja, wat heeft deze man verzameld in 30 jaar en wat staat er eigenlijk? Want hij heeft ook een echt kantoor, een bureau waar van alles is. Staan hier dan ook nog maquettes van zijn werk of hier zijn hier alleen maar verleden dingetjes en schetsen en wat is er van de kleinkinderen te zien? Nou ja, zo ga je een heel verhaal rondom iemand bedenken met allemaal kleine laagjes om daar een sfeer van te maken. Want hoe verzamel je dan persoonlijke spullen? Kijk, foto's kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar iemand echt een soort personal touch te geven, heb je veel meer voor nodig. Ja, dat is het graven en het zoeken en met elkaar kletsen en weet je wel, wat kan en wat vinden we. En dan gaat Jantien daarnaar op zoek. Degene die handprops doet, gaat daar spulletjes voor verzamelen. En zo doen we laagje voor laagje voor laagje, bouw je zo'n karakter op. Alsof het al 30 jaar zo is. En Jantien Wijker, die spraken we op de set in Bergen aan Zee. Wat een mooi appartement. Oh, appartement? Nee, villa. Villa is het, ja. En er wordt nog volop opgebouwd. Ja, dit hele huis wordt omgebouwd voor de laatste scènes. Is dat een grote verhuisbus? Het is ook een beetje verhuizing, denk ik, hè? Wat je aan het doen bent. Ik ben altijd alleen maar aan het verhuizen. Vooral met het inrichten. Dan moet eerst alles eruit en dan verhuist wagens vol spullen erin. Dus ja, dat is wel verhuizen. En jij bent requisiteur? Set decorator is ook een naam. Requisiteur is iemand die alle spullen verzamelt, maar die helpt ook vaak dressen. En wat we vandaag doen is dressen, maar we zijn geen setdressers. Heel ingewikkeld. Oké, ik snap het. Jij, Kaat? Ja, ik snap het bijna. Laten we eens even kijken wat hier binnen allemaal gebeurt. Even een trapje omhoog. Er zijn allemaal locaties, er zijn ideeën over hoe iets eruit moet zien. En dan, wat doe jij? Dan zorg ik dat alle ideeën uitgevoerd worden. Verwijderen van de locatie wat we niet willen. En toevoegen wat we wel willen. Liefst natuurlijk zodanig dat het natuurlijk fantastisch uit gaat zien. In dit geval hebben we een lelijke picknicktafel nu hier verwijderd op het terras. En zetten we andere tafels en stoelen neer. Zodat het allemaal een beetje beter in het plaatje past. Maar veranderen jullie eigenlijk alles in het huis? Of bepaalde dingen? Heel erg van de locatie af. Sommige locaties zijn bijna goed. Nou ja, dan hebben wij heel weinig werk. En andere locaties, daar gaan alle meubels uit. Muren worden geschilderd, behangen. Je kan ze gek niet verzinnen. Keukens ingebouwd. En hoe grondig moet het hier gebeuren? Je zei net al over het terras, maar hoe is de binnenkant? Nee, dat ziet er heel goed uit. Het is een heel geloofwaardig vakantiehuis. Want deze familie gaat ook een weekendje met elkaar doorbrengen in een vakantiehuis. Nou, je voelt wel dat wel klopt. Dus we voegen wat leuke dingen toe en vooral voedsel en spullen die de mensen hebben meegenomen. Weekendtassen. Ik zag wel net iemand naar binnen komen met een schilderij. Dat was van jou, dat schilderij. Ja, boven de haard hing nu een eendje. Nou, dat vond ik niet zo geschikt. Dus ik heb een schilderij erbij gezocht. Nou zie ik hier een boek liggen over Adele en een Viva. Voor wie zijn die dan in de film? Geen idee, die lagen hier. Oh. Echt vakantiehuis, lectuur. En dan heb je een idee, waar haal je het dan, al je spullen? Oh, heel verschillend. Ik koop dingen op Marktplaats. Ik zoek dingen bij vintage winkels en dan probeer ik dat te huren. Markten, ja, van alles. Ik ga gewoon op zoek naar
als ik in mijn hoofd heb wat het moet zijn. Ja, het kan echt anti-cares, maar ook IKEA af en toe of de HEMA, dat net zo goed. En het lukt je altijd? Ja. Ja, want als het niet bestaat, moet je het laten maken. Soms zelfs uit het buitenland. De bank uit het huis van Jan en Lea heb ik in Duitsland gehuurd. Omdat we heel specifiek die bank wilden. Ja, je zoekt net zo lang tot je het hebt. En heb je ook een opslag zelf voor al die spullen? Ik heb zelf een opslag en ik werk samen met iemand die een nog veel grotere opslag heeft. Dus daar putten we ook heel veel uit. En kan het dan wel eens voorkomen dat als jij een andere film werkt, dat ik dan een tafeltje kan herkennen van de ene film in de andere? Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb dat nog nooit meegemaakt dat iemand zei, hey, die ken ik. Want blijkbaar, mensen letten daar ook niet zo op. Maar ik wil wel voorkomen dat je altijd en eeuwig weer hetzelfde tafeltje in beeld krijgt. Dus die opslag wordt alleen maar voller en voller. Oh, dit schilderij. Nou, het hangt nu. Oh ja. Passend. Wel passend. Mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Terug in het huis in Bentveld, waar we met Minka en Walter spreken. Nou, we zijn weer beneden en laten we eventjes naar de voorkant van het huis kijken, want daar is ook nog het een en ander gebeurd. Even naar buiten. Groot hek, een soort oprij. Nou, oprijlaantje is het niet, maar een soort plek met twee garages. Wat is hier allemaal gefilmd? Loop eens een klein stukje mee, even dan gaan we bij het hek staan. En dan zie je het plaatje van dit huis. En toen ik dit eigenlijk zag, dacht ik, ja, dit is het huis waar Jan en zijn familie woont. Dit is het huis van een architect, maar ook echt een familiehuis. Nou, we staan hier bij het hek, we draaien ons even om. En wat zien we dan? Ik zie een huis wat een beetje geïnspireerd is, of niet wat de stijl heeft van Frank Lloyd Wright. Een van de allerbeste architecten. Maar zonder dat het heel erg, laat zeggen, in your face is. Zo van, ja, kijk, ons is een architectenhuis gebruiken. Weet je, het heeft ook gewoon, het is niet heel opvallend, maar er zitten wel hele mooie lijnen in en een goede sfeer. En denk, ja, dit is hem. Als kijker heb je helemaal geen idee van dit soort zaken. Nee, dat is wel de bedoeling dat het ook zo blijft. Want je moet gewoon naar een wereld zitten kijken die gewoon is zoals die is in de film. Ja, want we staan nu in het prachtige Bentveld. Twee villa's hier en dan hebben we het ook nogal gehad over Berg aan Zee. Maar ook zijn er nog locaties geweest in Rotterdam. Ja, zeker. In Rotterdam is het huis van Maria, gespeeld door Sanne Hansen. En daar is het interieur gevonden in Noord-Holland, in een klein dorpje. Daar hebben we een hele mooie woonkamer, keuken gevonden. Daar is ook best wel wat aan veranderd en geschilderd. En een stukje decor, ook een wandje gebouwd en zo. Het is dat huis Maria. Alle kinderen komen bij elkaar daar samen. Weet je, of we bespreken wat er aan de hand is. Daar ben je lang. Mensen komen gaan en hebben de acteurs de ruimte nodig om te kunnen spelen. Maar Maria woont niet in zo'n groot huis, haar personage, dat klopt niet. Maar het moet wel een plek zijn waar je van alle kanten binnen kan komen. De moeder moet door het raam naar beneden. Allerlei eisen die, weet je, al nodig waren voor de mise-en-scène. Toen hebben we een huis gevonden wat eigenlijk daaraan voldeed, maar te groot was. Te groot voor Maria. En ook ook veel te landelijk. Toen heb ik gezegd, oké, we gebruiken de woonkeuken en al zijn toegangen. En we maken het gewoon kleiner. Dus ik zet gewoon wanden in de woonkamer. Ik zet wanden voor de ramen, alsof het meer een stadstuin is. We maken er een kleiner stadshuis van. Maar we gebruiken gewoon de faciliteit en de ruimte van de locatie, zodat iedereen gewoon goed kan bewegen. Dus alleen met camera-standpunten heb je dat niet opgelost? Ja, dat zou wel kunnen als het een hele statische, weet je, misschien een hele statische scène is die helemaal van tevoren uitbedacht is van wie waar naartoe loopt. Maar in dit geval, weet je, was het een gesprek met z'n allen, waar iedereen binnen en dan wil je ook gewoon, moet iedereen de vrijheid hebben om te kunnen bewegen. Het is een geheel plaatje, zeg je net, waar je je mee bezighoudt. Dus kleding en make-up, mag jij je daar ook mee bemoeien? Ja, daar mag ik me ook. Ik mag daar in ieder geval een mening over hebben. En ik moet daar een beeld bij hebben. En die mening mag ik ventileren. En dan de uitvoering is natuurlijk, dat wordt door het zijn echt twee volwaardige departementen. Maar in eerste instantie is het wel valt het wel onder het totaalplaatje. We staan in Bentveld bij de make-up bus. Zullen we er even naartoe lopen, kijken wie daar zitten? Ja. Goedemorgen. Goedemiddag. Jeroen Gebee en Trudy Buren. Jeroen, is dit fijn voor jou, zo'n moment in zo'n stoel? Meestal is het rustigste moment van de dag of de avond.
Dat is heel erg prettig, waarin je je goed kan concentreren op wat er te doen staat. En daarom is het eigenlijk altijd in de make-up van elke acteur of actrice is het fijn dat het stil is en dat je over dingen kan nadenken. Maar ja, mijn make-up nu is ongeveer 1,5 minuut dit keer. Dus ik kan niet zo lang nadenken. En vandaag zijn er maar 2, toch? En vandaag hebben we er maar 2. Ja, Beppe en Jeroen. Dus dat is heel overzichtelijk. We hebben wel een keer een verandering. We beginnen nu met een nachtscène. Dat ze in bed liggen en dat wordt een soort ruzie. En daarna... Een soort ruzie? Nee, het wordt een echte ruzie. Ja. En... Maakt dat iets uit voor de make-up? Nee, bij Jeroen eigenlijk niet. Kijk, Jeroen is eigenlijk altijd hetzelfde. Zijn haar zit een beetje meer in de war. Als je ruzie maar gaat dat krijgen. Dat is spel. Ja, dat is spel. Nee, maar daar doe ik niks aan jouw ruzie uiterlijk. Of jouw... Nee. En in het ziekenhuis wel. Want we hebben natuurlijk wel veranderingen gehad in jouw personage. Maar niet... Ik maak jou nu niet anders op. Nee, want het enige wat ik ben is het huis een beetje verzorgen. Ik bedoel, schoonheid hoef je niet zo... Schoonheid vergaat. Ja, precies. Is er wel eens een film geweest waar je heel lang in de make-up moest zitten? Ja. Uren. Welke film was dat? Nou, het was een film over Beethoven met Gary Oldman. Immortal Beloved heette die. En daar moest ik jonger gemaakt. Nou, dat kost op mijn leeftijd uren. En toen hadden ze vissenhuid geplakt op mijn... Zo, bij mijn kaken, bij mijn wangen. Dat moet eerst drogen. Dat zie je niet. Dat is heel erg doorschijnend soort huid. Daar zaten touwtjes aan. Die trek je naar achter om je hoofd. Dan maak je een strikje. En dan trek je heel langzaam trek je dit weg. Met het gevolg. En dan gaat er een pruik overheen. En dan als je dan je hoofd een beetje oplicht. Zo naar boven kijkt. Dan is het net alsof er een bit in je mond zit. Een paard. Die naar achter wordt getrokken door zijn eigen facelift. Maar dat werkte waanzinnig. Maar dat kostte... 2,5-3 uur om dat goed te krijgen. En dan moet je dus heel vroeg beginnen. Veel eerder dan de andere acteurs. Soms om 6 uur 's morgens of zo. En dat is ongelooflijk vervelend. Maar het is nou eenmaal zo. Zullen we dan even wisselen? Want is Beppie klaar? Zie je nou, ik ben dus al klaar. Zo, ga jij maar. Bij jou duurt het veel langer. Ja, natuurlijk. Minka, we hoorden Trudy. Verantwoordelijk voor de make-up. Ja. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van hoe de film eruit ziet. Hoe de mensen eruit zien. Ja, hoe de mensen eruit zien. Ja. Als ik een beeld heb waarvan ik denk, dit moet het zijn. Dan deel ik dat met kleding en make-up. Dit zijn de huizen, dit is de wereld. En dan gaan we met elkaar ook gewoon bespreken hoe ieder personage daarin past. Of nee, eerst wat past het beste bij dat personage. En moeten we daar elkaar, moeten we met elkaar iets aanpassen? Of is het juist leuk dat het bij wijze van spreken dat het een heel rommelig huis is en iemand er heel netjes uitziet? Of dat soort afwegingen overleg je met elkaar. Dus je doet wel een beetje in detail dan? Ja, nee, we doen veel en we bespreken veel details voordat we met elkaar. Wat voor sporten doen ze dan? En inderdaad, waar gaat ze naar de kapper? En om gewoon een mens te maken. En uiteindelijk distilleert dan iedereen of ieder departement gebruikt gewoon dat wat hij of zij nodig heeft om dat gewoon ook vorm te geven. Ja, we spraken ook met Tine, stylist. Die heeft alle kleding uitgezocht. Ja, die kleedt de personage aan. Ik ben Tine Verbeurt, ik doe kostuum en ik heb het kostuumontwerp gedaan voor de liefhebbers. Wij staan in een kledingbus. Vertel eens, want deze bus gaat mee naar de set. Deze bus gaat mee naar de set. We hebben die nu gevuld. Er komt wel een hele pak voorbereiding aan te pas. Dus hier hangen alle kledij per acteur en een klein beetje ingedeeld al per scène. Bijvoorbeeld wat we draaien morgen hangt hier vooraan al klaar. Alle accessoires, de schoenen eronder. En dat is allemaal ingedeeld per acteur. Hoe vorm je een beeld? Hoe werkt dat als je een script leest? Het allerbelangrijkste is de intenties dat je leest in een script. De gevoeligheden, wat erin staat, de background, wat doet iemand van beroep? Bijvoorbeeld de vaderliefhebber is een architect, dat is een heel ander personage dan een dokwerker in de haven. Die dingen moet je eerst allemaal goed onder de knoet hebben en dan pas kan je beginnen nadenken over een
kostuum, eigenlijk. Kun je omschrijven hoe je het personage Jan, gespeeld door Jeroen Grabé, mm-hmm. hoe je dat hebt ontworpen, het kostuum? Ik vond dat hij niet zoveel mocht hebben. Ik vond dat hij dat... Ja, Jeroen is sowieso een heel mooie man. Is heel mooi ouder geworden ook, vind ik. We hebben hem een bril gegeven. Zijn baard is gekomen omdat een beetje meer zo... toch iets meer artistiek te maken. Dus hij heeft wel een heel mooi pak aan. Maar hij gaat dat dan wel dragen met een t-shirt. En door die t-shirt, die niet echt daar... perfect bij paste, een klein beetje een soort nonchalance gegeven ook. En na al dat voorwerk beland je dan dus in een bus propvol kleding. Het is niet een hele grote bus. Als ik om mij heen kijk, zie ik heel veel kleding. Dozen met schoenen, nou, vooral heel veel kleding. En dus per acteur. Zullen we hier eens een beetje doorheen bladeren? Wat er allemaal hangt. Het zijn meerdere setjes per acteur. Ja, absoluut. Ja, je hebt sowieso meerdere dingen nodig en ook dubbels. Voor Jan zijn er dubbels als hij het ongeval heeft. Als hij valt, heb je 2-3 keer hetzelfde kostuum. Omdat het stuk gaat dan? Of vies wordt? Omdat het vies wordt en dat je dat gewoon moet inbouwen. Want het is veel meer werk om een kostuum te reinigen dan op dat moment en het helemaal op te strijken. Want dan laat je hele ploeg wachten. Dit ziet er niet allemaal niet nieuw uit eigenlijk. Is dit allemaal tweedehands? Van Jan heb ik 1 pak nieuw, maar dat is een echt pak gemaakt in België in een atelier. Ja, dat heb ik een beetje gepatineerd zodanig dat het er een beetje meer gedragen uitziet. En wat gebeurt er eigenlijk met de kleding nadat er gedraaid is? Er zitten altijd stukken in van mijn stok. De goede stukken die aangekocht worden, neem ik terug mee en zijn eventueel voor nog eens gebruik. En de meeste dingen, in dit geval ook, die gaan naar een goed doel. En daar zijn mensen altijd heel blij mee. Voilà. Meer over deze film vind je op www.topkapifilms.nl.